En ja, we moeten alles gaan doen voor onze conditie. Ik ben ook weer bezig om wat af te vallen. Valt overigens niet erg mee. Maar er is een bedrijf, Les Mills, dat komt van origine uit Australië. Die geeft licenties uit voor het gebruik van hoogwaardige groepfitnessprogramma's. Speciaal voor fitnessclubs in Nederland en Vlaanderen. En wij kijken eventjes naar een filmpje van hun en praten zo verder met Jan Middelkamp om het nader toe te lichten. Kijkt u mee. New York, Paris, London, Rome, Sydney, Rio de Janeiro. Absolutely everybody all over the world is getting in shape with Les Mills classes. Les Mills are the undisputed world leaders in group exercise. Classes that will keep you coming back for more. Because you get real results real fast. Body pump. Body balance. RPM. Body attack. Body step. Body combat. Body jam. Each program has a choreography team selected from among the world's top instructors. In 1990, the Les Mills Gym in Auckland, New Zealand came up with a really simple idea. A barbell class that would make weight training more fun. Body Pump is now in over 5,000 clubs in 50 countries around the world. Body Pump causes very fast fat loss and body shape change. There's no other way to pump iron that is more fun. The world's best mind-body class, Body Balance, combines yoga, tai chi, pilates and various other disciplines. It improves everyday strength and flexibility and lowers stress. The choreography director for Body Balance is New York's Molly Fox, one of the fitness industry's most respected instructors. RPM is the fastest way in the world to burn fat. Up to 800 calories in 45 minutes. RPM is a fantastic cardiovascular workout. Jump on for the ride of your life. With Les Mills Body Training Classes, your club is providing you with the world's best. Now playing in our studio. Live life to the max. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Jan. Als ik het zo zie, dat zijn hele massale optochten met een hele klasse vol. Ja, als lessen populair zijn, dan gaan er in één keer heel veel mensen naartoe. En dat is met name in Nieuw-Zeeland het geval, waar in een 20 jaar tijd lessen zo zijn uitgegroeid dat er soms met 200, 250 mensen in één les wordt deelgenomen. En hoe lang duurt zo'n les? Die varieert van 3 kwartier tot een uur. Dan heb je 7 soorten programma's. Mm-hmm. Doe je elke week een ander programma of hoe gaat dat? Of hoe vaak moet je komen in de week? Het ligt een beetje aan welke motieven mensen hebben. Sommigen zeggen ik wil alleen mijn conditie verbeteren. Dat zou bijvoorbeeld RPM fantastisch zijn. Maar wat is RPM? RPM staat voor Raw Power in Motion. Dat is een soort indoor cycle les. Conditietraining, precies, op die fiets die stilstaat. Wat zijn er voor fietsen? Er zit een soort vliegwiel op? Of... Ja, dat zijn bodybikes die een vliegwiel hebben waar je de weerstand zelf kunt reguleren. En je fietst eigenlijk mee op de muziek. En dat is het leuke bij Les Mills. Je probeert ook in die muziek mee te gaan. Dus komt daar een climax, dan krijg je ook in de oefening een climax. En dat geeft een heel apart gevoel. Dat sluit eigenlijk een beetje aan bij de beleveniseconomie, zeg maar. Dat je een beleving krijgt en niet alleen je conditie verbetert. Nou is het een licentie gepatenteerd systeem, hè? Klopt. Jullie doen dat in Nederland. Hoeveel scholen gebruiken? In Nederland 600. 600 scholen? Ja, van de ongeveer 1600 fitnesscentra. Dus zeg maar een 30-40% van de markt. Ja. Nou, die scholen die ik daar wel eens gezien heb, dat gaat allemaal met een beetje loopbanden en zo, maar dat heeft er niks mee te maken. Ja, die branche die is ongelooflijk aan het groeien. Die is in het begin jaren 80 van de grond af gekomen. En je ziet nu inmiddels verschillende ketens in Nederland, wereldwijd hele grote ketens met honderden centra. Je ziet centra die heel klein zijn, die het heel goed doen. Specialisme, die specialiseren bijvoorbeeld zich alleen in groepslessen. Je hebt ook hele grote centra van 10.000 vierkante meter, waar je soms een operatiekamer in een centrum hebt of allerlei andere activiteiten als outdoor activiteiten, tennisbanen, zwembaden. Dat gaat heel ver. Nou is muziek heel belangrijk, maar wie bemoeit zich nog meer met die programma's? Die programma's in Nieuw-Zeeland worden eigenlijk ontwikkeld door een team van specialisten. Daar zit een arts bij, daar zit een fysiotherapeut bij, daar zit een entertainer bij. Want een programma moet vooral ook heel leuk zijn. Dus daar
krijg je een hele leuke mix door. Waar dat, aan de ene kant is het leuk, aan de andere kant is het erg verantwoord. Nou, die mensen die in Nederland dat zeg maar dan van jullie afnemen, die krijgen die opleiding? Die opleiding die vindt plaats in de vorm van een basisopleiding. En vervolgens elke 3 maanden opnieuw. Daar hangt een systeem aan vast waarbij we de instructeur coachen en beoordelen via videobeoordeling. Dus iemand die lesgeeft in zo'n Les Mills Club, die daar les staat te geven, die is door en door opgeleid en wordt ook continu opgeleid. En dat geeft een hoog kwaliteitsniveau. En krijgen ze dan een diploma of hoe gaat zoiets? Ja, ze krijgen een diploma, een internationaal diploma, als ze althans uit die videobeoordeling goed eruit komen. En dan kunnen ze daar les in geven. Nou, de ARBO-wetgeving die wil eigenlijk dat bedrijfsleven preventief fysieke en mentale gezondheidszorg gaat toepassen. Mm-hmm. Daar is het voor geschikt? Ja, je ziet steeds meer bedrijven die collectief gaan deelnemen aan fitness in een fitnesscentrum. En het beste voor een bedrijf is dat ze dan programma's hebben met hoge kwaliteit. Maar een bedrijf bijvoorbeeld met 6000 man op kantoor, kunnen die zo'n fitnessruimte maken met zo'n programma? De Les Mills Clubs vormen het grootste netwerk van fitnesscentra in Nederland, namelijk 600 clubs. En de programma's zijn zo kwalitatief en zo in kwaliteit geborgen, dat je daar als bedrijf het beste naartoe kunt gaan als je iets collectiefs wilt met je werknemers. Oké, maar dat doe je natuurlijk om je klanten te beschermen. Maar heb je ook rayons of kun je om de hoek van de straat 3 of 4 hebben? Of? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld in Amsterdam, ja, daar kunnen wel een 20-tal zitten. We zeggen meestal ongeveer op 6 auto-minuten zit zeker een Les Mills Club. Maar hou je er wel rekening mee? Ik bedoel dat je ze niet bovenop elkaar zet. Dat bepaalt de markt eigenlijk zelf. Ja. Het kan zijn dat er een aantal naast elkaar zitten. Is natuurlijk voor bedrijven die iets willen doen met hun werknemers niet slecht. Is het nou duur voor zo'n sportschool? Nee, dat valt heel erg mee. Zeker in relatie tot hoeveel klanten je extra binnenkrijgt in je centrum. We doen veel aan landelijke marketing. Onder andere hier zaten we nog op het strand op 7 plekken met Body Pump on the Beach. Dat is ons meest populaire programma. En je ziet dat daar ontzettend veel toeloop komt naar die centra toe. En daarnaast werkt het heel erg in klantenbehoud. Dus klanten blijven gewoon langer lid van het centrum omdat ze het programma geweldig vinden. Wie heeft het nou bedacht? Dat is ene heer Les Mills. En dat was ooit de burgemeester van Auckland in Nieuw-Zeeland. Is de 8 jaar burgemeester geweest. Heeft er ook een keten van fitnesscentra. Ja, en die is heel erg sportmind. Dat is ook Olympisch sporter. En die heeft die programma's destijds bedacht. En dat is ja, zo stap voor stap de wereld doorgaan wandelen en ook naar Nederland toe. Nou, ik zou zeggen veel succes en ik kom gauw eens kijken, want ja, dat moet mij ook wat af. Lijkt me leuk om samen een keer wat te doen, Harry. Bedankt. Graag.